Dank u, voorzitter. Collega's, goedenavond. Dit puntje is ook toegelicht in de commissie. Het gaat over een aanvraag voor een pachtoverdracht. Normaal gezien, als dat van particulier naar particulier gaat, is dat van rechtswege. Gaat dat zonder opmerkingen, maar hier gaat het over naar een vennootschap. En er zijn uitspraken in het verleden waar we dit kunnen weigeren. In principe, als alles goed gelopen was met de verkoop van de landbouwgronden, was dit stuk grond verkocht. Dus de vraag is ook binnengekomen na de oorspronkelijke originele datum. En wij hebben ervoor gekozen als bestuur om deze pachtoverdracht naar die vennootschap niet goed te keuren. Graag uw goedkeuring en uw bevestiging hierover. Dank u wel. Tussenkomst de vragen hier. Wie gaat akkoord met het voorstel vanuit het college? Wie gaat akkoord? Wie gaat niet akkoord? En wie onthoudt zich? Ja, oké. Goed. En dan het volgende punt. Toetreding van Lievegem bij het zorgbedrijf en de gevolgen daarvan. Dat is voor de burgemeester. Ja, collega's, goedenavond. Dat is toegelicht vorige donderdag ook. Het is zo dat de gemeente Lievegem toetreedt tot het zorgbedrijf voor wat betreft de DGAT. Dat betekent ook dat de statuten inderdaad moeten gewijzigd worden, dat de beheersovereenkomst ook wordt aangepast en dat er ook voor de gemeente Lievegem een intrede is in de bestuursorganen van het zorgbedrijf. Er zouden drie mensen van de gemeente Lievegem in de algemene vergadering komen en één persoon ook in de raad van bestuur. Vragen hier rond? Nee, dan leggen we deze wijziging van de statuten en beheersovereenkomst ter stemming voor. Wie gaat akkoord? Dit is ook eenparig. Makkelijk voor de algemeen directeur deze avond. En tenslotte een vraag vanuit de Groenfractie in verband met de sociale kruidenier. Kathleen? Ja, dank u wel, voorzitter. Onderlinge hulp Ivergem Ertvelde houdt op om te bestaan, liever. Nochtans verdeelden zij de laatste maanden, dat vertellen zij ons toch, steeds meer voedselpakketten aan behoeftige inwoners van onze gemeente. Naast deze werking, maar ook een deels in samenwerking met, werd de sociale kruidenier opgericht. Op aangeven van het OCMW helpen zij reeds een grote groep mensen die het moeilijk hebben om op regelmatige basisvoeding en andere essentiële levensmiddelen aan te schaffen. Deze groep groeit voortdurend en uit recente informatie heb ik begrepen dat sociale kruidenier zelfs een klantenstop heeft vastgezet. De locatie van de sociale kruidenier is een mooie locatie, maar ze dreigt al zeer binnenkort te klein te worden. Onze vraag is dan ook drieërlei. 1. Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf weggelegd in de werking naar onze behoeftige burgers? 2. Is het mogelijk om bij te springen bij het zoeken naar een ruimere locatie voor de sociale kruidenier en bij uitbreiding dan ook wel waarschijnlijk voor de werking van onderlinge hulp? En 3. Hoe zal men de stopzetting van de werking van onderlinge hulp opvangen? Dank u wel. Hier komt het antwoord ook van de burgemeester. Ja, collega Kathleen, ook dit is een heel belangrijke en een pertinente vraag. Het klopt dat in het verleden op vlak van de voedselbedeling dat onze sociale dienst, onze OCMW, wij als gemeente steeds hebben kunnen rekenen op schitterend werk van vrijwilligers. Ik wil dat toch wel een keer benadrukken, zowel onderlinge hulp Slijdingen als onderlinge hulp Ivergem Ertvelde. Die mensen hebben de voorbije decennia, denk ik, uitstekend werk gedaan op onze gemeente en een aantal honderden inwoners geholpen wat voedselbedeling betreft. Er is eigenlijk ook wat dat betreft steeds een heel goede samenwerking met onze sociale dienst geweest, omdat zij de mensen toeleiden. Nu, dan stellen we vast dat het aantal vrijwilligers, permanente vrijwilligers, wat men kon oprekenen, vooral aan de zijde van onderlinge hulp Ivergem Ertvelde, dat eigenlijk is verminderd. Net op een ogenblik dat we inderdaad vaststellen dat door de energiecrisis dat het aantal mensen die eigenlijk een beroep doet en voedselhulp nodig heeft, ook op onze gemeente, dat dit stijgt. Het is inderdaad zo dat op 30-6 dat de mensen van onderlinge hulp Ivergem Ertvelde, dat ze te kennen hebben gegeven dat ze hun werking zouden stoppen.
Het is de opdracht denk ik, van ons als bestuur om te zorgen dat een aantal goede initiatieven die op vandaag gebeuren en die dreigen te stoppen, dat die in de toekomst zeker kunnen blijven gebeuren. En dan heb je ook de situatie van de sociale kruidenier. De sociale kruidenier die via burgerinitiatief is tot stand gekomen, die goed werk levert, ook samenwerkt met onze sociale dienst, maar waar men inderdaad zich beperkt tot 50 mensen die op vandaag daar geholpen worden. Er is daar ook zaterdag een overleg, een moment ook ter plaatse met hen geweest. En zij signaleren ook de problematiek van het plaatsgebrek. Zij zitten hier in Everhem Centrum, in een goede samenwerking met de Wereldwinkel, op zich een heel goede locatie. Maar zij werken anders dan onderlinge hulpen. Onderlinge hulpen, één keer per maand voedselbank. En zij delen de pakketten uit aan huis. Pakketten die onderlinge hulp samenstelt, waar dat de mensen die hulp krijgen niet zozeer groot inspraak hebben in de pakketten die ze toegeleverd krijgen. Terwijl dat de sociale kruidenier, ik denk 8 of 9 keer per maand open is, gedurende enkele uren. En dat de mensen zelf naar die sociale kruidenier moeten komen en dat ze daarnaast voedsel ook zorgproducten kunnen kopen. Ik denk dat het zaak is en er is inderdaad niet zoveel tijd. En er zijn wat dat betreft ook al een aantal initiatieven de voorbije weken en maanden genomen door de bevoegde schepen, samen met sociale dienst, om dat op elkaar af te stemmen de komende maanden. En er zijn nog vrijwilligers beschikbaar in Aertvelde, Everhem van onderlinge hulp. Er is ook een zekere overlap met de mensen die bij de sociale kruidenier werken. Maar dat moet ik een beetje vaststaan en ik wil dat zeker niet negatief framen, maar mensen van de onderlinge hulp doen dat al heel lang, doen dat op een manier dat zij gewoon zijn. Dus er moet er wel een beetje gemasseerd worden, denk ik, om daar de neuzen in dezelfde richting te krijgen. En nog een keer met alle respect wat die mensen al zoveel jaren doen. En dat zal de zaak zijn om dat de komende weken en maanden te kunnen tot stand brengen. Wat is er in het college wel al beslist? Dat is dat er eigenlijk wat onderlinge hulp betreft voor slijdingen, maar ook daar zullen we misschien mee moeten over de deelgemeentegrenzen moeten kijken, dat zij een plek zouden krijgen in de toekomst in de kapel in Slijdingen. We moeten kijken hoe we dat op elkaar kunnen afstemmen, ook de werking van de sociale kruidenier. Want ik weet wel dat zij zeggen, nog locaties, en er zijn een aantal locaties die zij voor ogen hebben wat sociale kruidenier betreft. Maar ik denk dat in onze uitgestrekte gemeente, waar dat mensen die het al moeilijk hebben zich moeten aanbieden om ergens voedsel of zorgproducten aan te kopen tegen een verminderde prijs, dat een afstand altijd voor een deel een probleem gaat zijn. Zelfs als we decentraliseren in een ideale wereld op 3 of op 4 plaatsen, zelfs dan blijft dat een probleem. En het is ook mijn overtuiging, en wat een heel mooi vrijwilligersinitiatief is, dat is ook die minder mobiele centrale. Want dat is ook een sociaal moment, stellen we wel vast. Voor de mensen die naar de sociale kruidenier gaan, ze drinken daar ook een koffie, ze hebben daar een gespreksje met mensen van de sociale kruidenier. Well, ik denk dat we daar die voordelen van die twee systemen ook met elkaar moeten kunnen verbinden. En dat we ook eigenlijk moeten inzetten op een oproep naar vrijwilligers voor de minder mobiele centrale, zodat eigenlijk ook de mensen die dat nodig hebben, die naar de sociale kruidenier willen gaan, dat ze dat ook via vervoer eigenlijk op maat. En we hebben onze babbelbus, maar dat is meer een beetje om collectief vanuit de kanaaldorpen te gaan winkelen. Maar dat we ook daar moeten op inzetten en dat dat eigenlijk ook sociaal een heel mooi initiatief kan zijn om mensen naar de sociale kruidenier te brengen. Er is sociaal contact en dus er staat heel wat op til, wat daar de komende weken en maanden. En jullie zullen ook op de hoogte zijn van een heel mooi onderzoek dat is verricht door studenten sociaal werk van de Aertvelde Hogeschool. De promotor was daar eigenlijk iemand van de sociale kruidenier ook, om die zaken op elkaar af te stemmen. Er zijn al 2 overleggen geweest. De sociale dienst, de verantwoordelijke schepen, onderlinge hulp daarbij, sociale kruidenier erbij, om die werking eigenlijk vanaf straks 1 juli vorm te geven. Ik denk dat dit iets zal zijn wat we de komende maanden hier op de Raad nog een aantal keer zullen ter sprake brengen, want het is te belangrijk om dat te laten verloren gaan. En het is iets wat ik ook zelf als burgemeester toch wel heel belangrijk vind, dat we dit tegen 1 juli geregeld krijgen. Dank u wel, Kathleen. Ja, dank u wel, burgemeester. Wij zijn heel blij dat u die zaak ter harte neemt. Ik herinner mij nog
20 jaar geleden, als wij zeiden, er zijn ook mensen in Evergem die in armoede leven, dan werd er soms wel een keer aan de overkant gezegd, oh, nu. Nee. Maar u neemt dit ter harte en dat siert jullie ook, denk ik. En dat is belangrijk. Inderdaad, het aantal vrijwilligers slinkt. En ik heb begrepen dat zij ook denken aan dat er plaats zou zijn in waar momenteel het LOI is, in de Rijkswacht, de oude, zeer oude, lang geleden Rijkswachtkazerne. Dat is misschien een mogelijkheid. Ik denk dat het belangrijk is inderdaad dat mensen er aan geraken. Ik denk ook dat er, ik weet dat niet, ik denk dat wel dat er ook wel een centralisatie is, dat er meer pakketten misschien uitgedeeld worden in deze of gene deelgemeente dan in een andere. En misschien is het ook belangrijk dat de plaats bereikbaar is met openbaar vervoer. Want ik zie ook mensen naar de VZW De Tinten, dat is een organisatie in het Gentse. En ik zie mensen in Kerbrugge, Langebrugge met karretjes vertrekken met openbaar vervoer om daar ook voedsel te gaan halen. Dus openbaar vervoer kan ook een rol zijn. En dan heb ik ook begrepen van de mensen die ermee bezig zijn, dat ze ook een probleem hebben, vooral naar het afhalen van de producten bij de voedselbank. Dus dat is nog een heel ander aspect. Dat is niet de mensen er naartoe brengen, maar gewoon de producten met de, met de. Misschien is daar ook nog een mogelijkheid dat de Evergem daar logistieke steun geeft, in eerste instantie, omdat dat blijkbaar toch een heikelpunt is. Mensen willen niet meer naar Brussel of Antwerpen, of ik weet niet waar dat ze het altijd gaan halen, rijden, of zijn niet in de mogelijkheid, omdat er ook nu ook nog moet gewerkt worden tijdens de week en dat moet echt op een bepaald moment afgehaald worden. Dus, maar we zijn zeer verheugd dat u dit ter harte neemt. En wij hopen dat de mensen in Evergem mogen geholpen worden. Dank u wel daarvoor. Dank u wel. Christine, nee. Collega's, we zijn er door. We hebben nu nog wel de rondvraag wat het OCMW betreft. En ik ga terug hier beginnen. Ziet Christine? Ja, maar je ziet dat je niet vergeet, hè? Ja, maar dat was een vraag van Kathleen, hè? En nu ben ik aan de rondvraag bezig. En Fernand heeft eerst het woord. Dat wij daarop mogen repliceren. En Fernand, ik heb graag mogen repliceren Fernand, op de vraag. Want vorige, excuseer. Fernand, het is aan u. Ja. Dank u wel, Fernand. Doet u maar. Voorzitter, ik heb een vraag gesteld. Hè. Fernand, het woord is aan u. Maar ik had gedacht dat men een vraag had. Men geeft die vraag, de burgemeester antwoordt en dan de mensen moeten er meer tussenkomen. Dat is logisch of niet logisch? Oké, dat was in principe het systeem van ik heb een vraag. Hè. Goed. Maar ik heb ook nog een vraag. Ik heb in de commissie de vraag gesteld hoeveel dat zal kosten van dat kindsdeel aan de gemeente voordat ik het te berekenen, aangezien dat wij met zeer veel van die zaken te doen hebben van dat kindsdeel. Die moet betaald worden en zeer veel zaken komen er daarin voor, bijvoorbeeld met 10 kinderen. Dan 10 dossiers moeten samengesteld worden en dat er dan geen rotte frank opgehold wordt. Dat zijn allemaal kosten voor de gemeente. Ik had gevraagd wat kost ons dat en tot nu toe heb ik nog geen antwoord gehad. Dank u wel. Kan daar iemand op antwoorden? Ja, burgemeester. Dat is een... Ook terug een pertinente vraag, omdat je dat natuurlijk koppelt aan uw principieel standpunt van de onderhoudsplicht. Maar ik denk dat dat iets is wat dat die vraag is gesteld vorige week. Dat toch niet zo eenvoudig te berekenen is. Want je hebt een aantal dossiers waar dat er wel spontaan betaald en ingevorderd wordt. Je hebt een aantal dossiers waar dat er heel veel inspanningen moeten gebeuren om die gelden inderdaad bij de kinderen te gaan halen. Maar ik denk dat dit inderdaad materie is voor een bijzonder comité. En dat er nog een keer moet gevraagd worden inderdaad aan onze diensten. Danny, dat zij dat antwoord aan de gemeenteraadsleden bezorgen en aan de mensen die in het bijzonder comité sociale dienst zitten. Dank u wel. Goed, collega's, ik ga verder. Ja, Christine. Ja, dank u wel. Dus om terug te keren op de vraag van collega Pisman.
Die vraag is inderdaad, en we zitten denk ik op één lijn hier, was analoog als de vraag die wij gesteld hebben vorige maand, waarbij we eigenlijk, en ja, ik weet dat Kathleen toen verontschuldigd was, dus Kathleen kan dat ook niet weten, dat wij ongeveer dezelfde antwoorden gekregen hebben, met mits nu nog een beetje meer uitleg. En ik vind het ook mooi dat er ondertussen al geluisterd is naar ons voorstel van vorige maand, want wij hadden het voorstel van de olijftak op te waarderen tot, voor de sociale kruidenier. Dus dank u daarvoor, zou ik zeggen, dat er daar zeker naar geluisterd werd. En in die zin was dat mijn bijdrage nog voor de vraag van Kathleen. En ik wil trouwens toch wel eens melden, ik denk aan de vraag van vorige maand over het fustje. Dat was een vraag, geen beslissing, waarbij denk ik de helft van het Schepencollege gerepliceerd heeft. Ook al was dat ons vraag. En ik vraag me nu af, als dat een vraag is van Kathleen van Groen, waarom wij als fractie Sterk daar niet mogen op repliceren. Ik denk dat we toch wel een beetje met gelijke mate moeten wegen. Dus in die zin vind ik dat toch niet echt netjes. Ja. Dat is toch wel iets om misschien toch in de toekomst anders mee om te gaan. Ja, daar wil ik nu toch wel eens op antwoorden. Hè? Je mag de band beluisteren. Hè? Ja. En je mag luisteren hoeveel tijd de meerderheidsraadsleden in deze gemeenteraad aan het woord zijn. En je mag ook de tijd meten, en dat vind ik terecht, hè, dat de mensen van de minderheid, van de oppositie, aan het woord zijn. In aantal zijn jullie met minder, maar in tijdsbestek zal dat heel evenwichtig zijn. Ik heb er altijd aan gehouden, ik blijf er daaraan houden, elk raadslid mag tussenkomen, moet zijn ding hier doen. Hè. Daarvoor is hij gekozen. Maar er zijn ook spelregels die soms dus soepel worden toegepast, zoals een goede arbiter die soms het spel laat doorgaan en soms ook af en toe een rode of een gele kaart moet gebruiken als het echt niet anders kan en wat niet leuk is en wat er ook niet graag ziet gebeuren. Hè. Dus het argument dat jullie niet voldoende aan woord zouden komen en het woord zouden ontnomen worden, dat bestrijd ik ten zeerste. Dat is trouwens een erezaak voor mij en dat is eigenlijk een tussenkomst die ik niet neem, omdat ze volgens mij niet correct is. En daarvoor dat ik dat ook heel stellig nu wil weerleggen en daarop wil reageren. Als het zo zou zijn, dan zal ik dat zelf wel aanvoelen, denk ik, en dan is het terecht. Maar ik vind deze aantijging niet correct. Antwoordje geven. U mag mij geen woorden in de mond leggen, voorzitter. Ik heb niet gezegd dat wij, dat wij te veel praten of zo, maar u mag mij geen woorden in de mond leggen. En het is zo, op het Schepencollege hebben wij niks te zeggen. En dan hebben jullie een ganse namiddag of ik weet niet hoe lang tijd om te spreken. De gemeenteraad is eenmaal per maand, één avond, dat is niet zoveel. En ik denk dat dat ergens normaal is, dat de oppositie dan meer aan het woord is. Dus in die zin denk ik niet dat wij hier moeten meten hoe lang iedereen aan het woord is. Nee. Maar daarnet beweert u, en dan stop ik daarmee, beweert u dat u te weinig aan het woord mag komen. En dat is zeker niet correct. Je mag die woorden niet in mijn mond leggen, want ik heb dit niet gezegd. Ik heb nogthans goed geluisterd, hoor. Ah, wel, dan denk ik dat actief luisteren misschien nog beter is. Dank u wel. Goed, ik kijk nog verder of er nog tussenkomsten zijn. En bij deze was het bijna een perfecte gemeenteraad van maatschappelijk welzijn. Dank u wel en tot volgende maand.